Het is ontzettend belangrijk om in ieder geval in de ogen van onze geschiedenis te kijken. En dat is nou precies wat de afgelopen periode Nederland niet doet. Nederland vlucht voor de geschiedenis en met name de geschiedenis van de slavernij. En wat ik dus nu voor pleit is dat het ontzettend belangrijk is om eigenlijk die geschiedenis te omarmen. En wil je dat doen, dan is het heel erg belangrijk om vanaf volgend jaar, wat mij betreft, Kitty Kotti eigenlijk nationaal te herdenken. Op dit moment vindt er wel een landelijke herdenking plaats. Wordt ook op televisie uitgezonden, wordt ook door de regering bekostigd. Maar het staatshoofd is er niet bij. En ik vind gewoon dat elk jaar het belangrijk is dat de koning aanwezig is bij de viering. Omdat het gaat om een heel belangrijk moment als het ware in onze geschiedenis. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat eigenlijk Kitty Kotti vanuit de Nederlandse blik gezien wordt als een bijeenkomst of een feestje of een herdenking of een viering van Afro-Surinamers in Nederland, Afro-Surinamers in het Caribisch gebied. Ik vind dat verkeerd. Ik vind gewoon dat Kitty Kotti iets moet zijn van alle Nederlanders. Alle 17,6 miljoen Nederlanders moeten daar deelgenoot van zijn. En daarom is het belangrijk om het tot een nationale vrije dag uit te roepen, zodat we dit land kunnen onderdompelen in die geschiedenis. Want alleen door die onderdompeling kunnen we erkennen wat er is gebeurd. En door die erkennen kunnen we in ieder geval naar een momentum gaan waarbij we tegen elkaar zeggen, dit is verbondenheid en met die verbondenheid kunnen we werken aan het Nederland van morgen. En daar is het waar het mij om gaat en daarom heb ik vandaag in ieder geval ervoor gepleit om een nationale herdenking met het staatshoofd elk jaar en één keer in de 5 jaar voorlopig een nationale vrije dag. Omdat natuurlijk dit ook op de onderhandelingstafel moet van de sociale partners in Nederland. Dus van de werkgevers, werknemers en de regering. Maar ik vind dat de regering hier een leiderschap moet tonen. En wat voor reacties hebt u tot nu toe gekregen op uw voorstel, meneer Baldoussin? Ik denk dat in ieder geval in de samenleving hoor ik heel veel positieve reacties. Ik denk dat de samenleving in Nederland ook ervoor klaar is. En ik denk dat ik wel erin geslaagd ben om de regering uit te dagen om hierover na te denken. Dus laten we gewoon afwachten hoe het de komende periode met deze discussie omgegaan gaat worden. Maar ik moet je zeggen dat de reacties best wel positief zijn. En daar ben ik blij mee. Zeker met het oog op het jubileumjaar, het herdenkingsjaar volgend jaar. Want dan is het 160 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Maar 150 jaar geleden dat daar werkelijk een einde kwam aan een periode waarbij tot slaafgemaakt en gedwongen op de plantages moesten werken. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En overigens is volgend jaar ook 150 jaar herdenking Hindoestaanse immigratie, wat eigenlijk een continuering is van een systeem waarbij contractarbeid eigenlijk slavenarbeid heeft vervangen. Dus het is een belangrijk jaar en ik denk dat het heel erg belangrijk is om nu die keuze te maken voor inclusiviteit en niet dat wij vluchten voor de geschiedenis, want dat zou ik echt heel erg verkeerd vinden.